Wat vindt u van de euro? Waardeloos. Ik vind het heel prettig. Niks vinden. Ik kan niets vinden dat de euro brengt, of dat de EU brengt, dat niet via multilaterale verdragen even goed zou kunnen worden geregeld. Het grootste risico is dat je zo ver gaat dat het misloopt en dat je daarmee eigenlijk het oorspronkelijke doel, samenwerking en harmonie, voorbij schiet. Heel af en toe denk ik nog wel eens terug aan wat het gulden zou zijn. Ja. Geld. We zien het overal om ons heen. We betalen dagelijks met de euro. Voor de invoering van de euro in de nacht van 31 december 2001 op 1 januari 2002 was de geldeenheid in Nederland de gulden. Er kwam behoefte aan een gemeenschappelijke munt in Europa. Maar heeft Nederland eigenlijk wel profijt van de euro? Of maakt ons land alleen maar minder welvarend? Een actuele kwestie is de crisis in Griekenland. Want naast dat de Grieken het zelf economisch zwaar hebben, sleuren ze ook de EU mee, waar Nederland onderdeel van is. PVV-leider Geert Wilders zet zijn vraagtekens achter onze huidige munteenheid. Zelf willen wij graag terug naar de gulden. Maar in hoeverre klopt al deze negativiteit over de euro? Wat voor voor- of nadelen ondervindt Nederland nou eigenlijk echt aan het gebruik van de euro? The European debt crisis. Visualized. What is the European debt crisis? It's the failure of the euro, the currency that ties together 17 European countries in an intimate but flawed manner. Over the past 3 years, Greece, Portugal, Ireland, Italy, and Spain have all teetered on the brink of financial collapse, threatening to bring down the entire continent and the rest of the world. Wat vindt u van de euro? Waardeloos. Ik vind het heel prettig. Het is de grootste idioterie die de politici hebben bedacht. Want je kunt niet in Zuid-Europa als een Noord-Italiaan een Zuid-Italiaan niet vertrouwt. Hoe moet ik dan een Noord-Italiaan of een Zuid-Italiaan vertrouwen? Ik vind het heel prettig omdat je met een grotere groep bij elkaar hoort. Zouden Noord-Europa bij elkaar moeten gooien en Zuid-Europa bij elkaar moeten gooien? Want ik vind de hele Europa vind ik heel belangrijk. En ik werk in die landen, nu nog. Ik heb alleen maar problemen. En er is niets wat normaal functioneert zoals hier in Nederland. Ik zou niet terug willen naar de gulden. Dames en heren, vanochtend vroeg heeft de Partij van de Arbeid besloten niet langer op een geloofwaardige manier deel uit te kunnen maken van het vierde kabinet Balkenende. Nou, de gedachte bij de overschakeling naar de euro was dat alle Europese economieën ervan zouden profiteren als de transactiekosten binnen Europa omlaag zouden gaan. Dus de kosten van het handelsbedrijven. Dat je niet steeds met koersverschillen rekening hoeft te houden, omdat je niet steeds hoeft om te wisselen. Als al die kosten omlaag zouden gaan, dan zou dat voor de handel en dus voor de economie goed zijn. Dat gewoon uit van de Fransen eisten dat wij onze D-mark zouden opgeven. Dus wij zouden militair en politiek mogen verenigen. Dan worden we economisch worden we een supermacht. Derde industriële macht van de wereld, Duitsland. Maar dan moet je je munt opgeven. Dat is de reden. En dat is ook meteen waar het fout gaat, want dat is een politieke reden. Het is dus niet zo dat de euro winstgevend is, of dat het economisch een goed idee is of wat dan ook. En een tweede groot voordeel was dat als je een munt hebt waar zo'n groot handelsblok achter staat, net zoals er achter de dollar een enorm groot handelsblok in Noord-Amerika staat, dat je dan ook aan economische invloed in de wereld wint, omdat jouw munt gewoon belangrijk is. Ik denk dat de economieën van Europa hebben geprofiteerd van de euro. Het beeld is nu wel de laatste, 7 jaar ernstig verstoord door de financiële crisis. In general, Germans work hard. Expect little in the line of state benefits. And meticulously pay all of their taxes. Many Greeks, on the other hand, enjoy generous state benefits and don't pay taxes. Greece has a terrible problem. It has never collected the majority of the taxes it imposes on its citizens. And it's always been this way. Joining the euro just amplified it. The German view is, that doesn't work. If you want our money, you need our morals. Ik pleit ervoor dat we dit niet gaan doen. Maar uiteindelijk zal Nederland ook uit de Europese Unie moeten treden om dit soort dingen daadwerkelijk te kunnen stoppen.
Ook hebben we Thierry Baudet geïnterviewd. Hij studeerde rechten aan Universiteit Leiden en publiceerde zijn proefschrift onder de titel De aanval op de nazistaat. Hierin betoogt Baudet dat de democratische rechtsstaat van Nederland absoluut niet verenigbaar is met het supranationalisme van de Europese Unie en de euro. Zwart-wit gezien is hij dus geen fan van de euro. Ik kan werkelijk niks vinden. Ik kan niets vinden dat de euro brengt of dat de EU brengt, dat niet via multilaterale verdragen even goed zou kunnen worden geregeld. Terwijl ik wel al die nadelen zie en steeds duidelijker zie. Dus ik denk dat het echt een heel duidelijk voorbeeld is van een jaren 70 oplossing voor een jaren 50 probleem. Dat is eigenlijk de hele EU. Het is een totaal achterhaalde manier van omgaan met verschillen tussen landen. Een achterhaalde manier om samenwerking te organiseren. Ik zie werkelijk niet één goed aspect aan de manier waarop het nu geregeld is. En wat vinden politici ervan? Ja, uit het rapport van Lambert Street Research wat vandaag is gepresenteerd blijkt gewoon dat de euro ons geld heeft gekost, ons economische groei heeft gekost, ons welvaart heeft gekost, ons koopkracht heeft gekost. Als je daarbij optelt dat in de toekomst de euro ons nog alleen maar meer geld zal kosten voor dit rapport, omdat ja, de Grieken toch failliet gaan hun geld niet kunnen betalen en daarna de Portugezen zullen volgen en nog veel meer landen zullen wij dat allemaal voor ze moeten betalen. Nou, als we de gulden introduceren, dan hebben we gewoon economische winst. Kunnen we dat geld hier besteden, hebben we meer koopkracht. Dus ja, ik zou echt geen seconde meer twijfelen. Ik zou zeggen, voer die gulden zo snel mogelijk in. De kernvraag is natuurlijk inderdaad, moeten we terug naar de gulden? Ik denk dat het geen serieuze optie is. Wij waren destijds, laat ik dat ook wel erbij zeggen, geen voorstander van de invoering van de euro. Geen voorstander van de toetreding van Griekenland. Als daar eenmaal een keuze in gemaakt is, kan je heel moeilijk meer terug. We moeten wel zorgen, koste wat kost, zorgen dat de euro zijn stabiliteit houdt of terugkrijgt. En ook landen stevig aanpakken die daar een loopje mee nemen, die de stabiliteit van die euro bedreigen. Het moet gewoon. En het feit dat ik dat zo zeg, laat ook weer zien dat ik daar een beetje tussen optimisme en pessimisme in zit. Maar ja, er moet gewoon veel gebeuren. En het gebeurt te traag en het gaat voortdurend te weinig. Maar ik zou hem toch niet willen hebben als munt. Want de euro heeft ons juist ook wel heel veel gebracht. Vertrouwen terugwinnen op de financiële markten is ook iets waar je lange adem voor nodig hebt. Maar het gaat ons uiteindelijk inderdaad weer lukken. Wat is jouw belangrijkste voordeel van de euro? Wat is jouw belangrijkste nadeel van de euro voor Nederland? Ik zie als belangrijkste voordeel dat het gewoon een onderdeel is van Europese integratie. En ik denk dat die Europese integratie goed is omdat het ons samenwerking en daarmee rust in de regio biedt. 70 jaar vrede. En dat heeft echt te maken met het feit dat onze economieën steeds afhankelijker van elkaar zijn geworden. En dat traditionele vijanden zich niet meer kunnen veroorloven om met elkaar oorlog te voeren. En dat is uiteindelijk het grootste goed van de Europese eenwording. En ook van de daaronderliggende economische onderlinge afhankelijkheden. En dat is natuurlijk alleen maar sterker geworden door de euro. Met samenwerken, dat zie je nu, is dat je gaat samenwerken en dat die samenwerking, je krijgt continu, er bestaat een soort kracht die continu wenst dat die samenwerking dieper wordt. Je gaat van, we verhandelen enkele goederen vrij de grenzen over en we controleren elkaar tot alle goederen, alle mensen, één munt. Het gaat ontzettend ver, die samenwerking. Ik denk dat de basis van het streven goed is, alleen je kunt dus te ver gaan en het nadeel is, of het grootste risico is dat je zo ver gaat dat het misloopt en dat je daarmee eigenlijk het oorspronkelijke doel, samenwerking en harmonie, voorbij schiet. As the debtor countries headed towards default, the whole continent of Europe was in danger. Even though the economies of the debtor countries are relatively small, they posed a huge threat because the European financial system is so interconnected. Precisely because of the euro. Remember, the debtor countries borrowed money from banks, investors, and other governments throughout Europe. As the debtor countries get closer to default, everyone who lent them money becomes weaker, and everyone who lent those lenders money also becomes weaker, and so on and so forth. Er zijn een paar maffiabanken en die hebben zwart geld aangenomen van criminelen. Tienduizenden mensen. En dan hebben ze gezegd, weet je wat, je mag je vuilniszakken met zwart geld mag je bij mijn bank achterlaten in Letland. De man die mij dit heeft bezorgd, kan ik niet meer vinden, wat ik zeer zorgwekkend vind. Dus wat deden die bankiers, Valeris Kargins en Viktor Krasovikis heten zij, die hebben hun eigen overheid omgekocht.
En dat bewijst dit document. Hier is een Kamervraag over gesteld. Rutte heeft dit gezien. Dijsselbloem heeft hier toen bij de Kamervraag ook gezegd. Ja, dit document is authentiek. Er is hier sprake van een verborgen overheidsschuld. Op het moment dat wij tegen financiële markten zeggen, wij zijn één blok, dus wij zijn sterker. Dat impliceert eigenlijk dat je voor de schulden van de ander gaat opdraaien. Hoezo is Griekenland sterker als het met Nederland in een euro zit? De enige reden die ik kan bedenken is omdat wij voor een schuldengrond gaan staan. Als je dat allemaal optelt, wat wij aan garanties voor onze banken enzovoort, wat op de legale wijze is opgeschreven, want je hebt dus ook nog dit soort dingetjes, maar het legale bedrag is 201 miljard euro. En dat is 25.000 euro per werkende. Ja. Zo moet je het zien, dat is een jaarsalaris. Dus we zijn gewoon allemaal één keer een jaar salaris kwijt. Daarbij zijn eigenlijk alle dingen die je zegt van onhandig, wisselkoersen, geld wisselen. Dat is al lang ondervangen door pinpassen, door internetbetalingen. Door dat je met onderling als banken afspraken kunt maken om de transactiekosten laag te houden. Dat kun je gewoon niet multilaterale verdragen regelen. Dus economisch is er geen enkel reden voor om een euro te hebben. Politiek daarentegen is dat er misschien wel. Namelijk dat we al sinds Plato ongeveer weten dat als je één munt hebt, dat je ook alle andere politieke dingen gezamenlijk moet gaan regelen. Je moet een heel grote mate van monetaire en dus economische solidariteit hebben als landen. En geleidelijk aan zie je dat door één munt dus de vraag naar politieke unie op de agenda komt. En in mijn ogen is dat de enige mogelijke verklaring voor de euro, dat men gewoon politieke unie wilde doordrukken. In essence, a United States of Europe. Yet, without a centralized fiscal union, countries will continue to run deficits, accumulate debt, degrade the value of the euro, and threaten the stability of Europe. Can Europe take the necessary steps and create a fiscal union alongside the monetary union? Or will the monetary union break up and the euro disappear? Er zijn drie oplossingen voor de euro. Of we gaan terug naar de gulden, of we splitsen de euro tussen de noordelijke en de zuidelijke landen, of we zetten de landen die zich wangedragen met de euro uit de Europese Unie. Maar zo zwart-wit als het klinkt, is het niet. De gulden was bijvoorbeeld gekoppeld aan de Duitse mark. Toen de gulden de Duitse mark losliet, fluctueerde de waarde van de gulden heel erg. De Nederlandse gulden zat vroeger heel sterk aan de D-mark gekoppeld, aan de Duitse mark gekoppeld. En als wij alleen maar in ons eentje naar de gulden terug zouden gaan, kunnen wij niet een serieuze economische speler zijn in het buitenland. Dus dan werkt dat niet. De opsplitsing tussen Noord en Zuid bijvoorbeeld is bureaucratisch gezien onmogelijk wegens alle problemen die daardoor uit zullen komen. En de derde oplossing, namelijk dat de landen eruit worden gekikt wanneer ze zich misdragen, kan erop leiden dat landen die eruit worden gekikt hun eigen unie gaan opbouwen en dat er meerdere unies komen in Europa. Voorspelbaar is natuurlijk dat je weer moet gaan zitten omrekenen in valuta, dat je weer bij de grens allerlei gedoe krijgt, dat er weer dat koersverschillen en arbitragemogelijkheden opeens in de economie en handel weer een rol gaan krijgen. Dus ondernemend Nederland zal er ongelooflijk de pest in hebben. En toeristisch Nederland ook. Daarnaast, het zal gewoon leiden tot heel veel onzekerheid. We hebben het nog nooit gedaan. We weten niet hoe het loopt. Er gaan vast en zeker allerlei dingen gebeuren die we niet voorspeld hadden. En die zullen niet alleen maar positief zijn, om het heel netjes te zeggen. Maar heel af en toe denk ik nog wel eens terug aan wat er in de gulden zou zijn. Ja. Een kopje koffie, ach moet je horen, het is nou ook al zoveel jaar, dus die prijzen kun je eigenlijk niet meer vergelijken. Dus als jij transacties doet internationaal, zal de euro veel eerder worden geaccepteerd als munt. En heb je dan dus ook minder te maken met bijvoorbeeld koersrisico. Als je alleen een gulden hebt, dan zullen buitenlandse bedrijven minder snel die valuta accepteren. Want die kunnen ze ook weer minder makkelijk kwijt. Als je een euro hebt, heb je een gigantisch machtsblok waarin je die euro kwijt kan. Dan kan die euro gewoon, net zoals een dollar, dienen als algemeen geaccepteerd wereldwijd betaalmiddel en heb je minder valutarisico.